Ja, goedenavond allemaal. Ik ga nog even mezelf opzoeken. Ik ben wat aan de vroege kant. Maar ik denk na het gebeuren van vorige week dat het beeld iedere keer niet goed was. Of de vorige keer. Ik denk ik ga toch maar eens even ietsje eerder luisteren. Kan ik het even checken. Ja, ik heb mezelf gevonden. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer lekker binnenstromen. Nou, beeld is goed volgens mij. Daar ben ik al lang blij om. En dan wacht ik nog heel even dat de andere mensen mij ook kunnen vinden. En dan gaan we dadelijk rustig aan lekker van start. Hebben jullie ook weer zo genoten van het mooie weer vandaag? Echt heerlijk, hè? Er zit best wel wat vertraging op de lijn volgens mij. Goedenavond voor degenen die nog binnenkomen. Gezellig. Ik kijk er. Oh, leuk Maria. Ik ga het zo vertellen wat we gaan doen. En dan ga ik ook wat voorbeeldjes laten zien. Hey Rianne, mijn reddende engel van vandaag. Ik kreeg mijn beeld niet goed van de live. En ik had echt zoiets van, oh wat doe ik nou fout. En Rianne die heeft mij geholpen. Dus helemaal opgelost. Maar goed, ik ga rustig aan beginnen. Het is 7:30. Ga ik eerst vertellen wat ik ga doen en wat ik al heb gemaakt. En daarna ga ik lekker samen met jullie aan de slag. We gaan dus iets maken met de Circle Ornament Frames. Ik moet zeggen, dit blijft toch wel een van mijn favoriete standsets. Ik vind deze zo leuk en je kunt er natuurlijk gewoon heel veel mee doen. En ik was er eigenlijk een beetje mee aan het spelen gegaan en gewoon her en der wat stansen. En toen kwam ik eigenlijk uit op dit voorbeeld. Op zich dacht ik, ja leuk, maar toen in één keer schoot me wat anders te binnen. Ik heb ooit eens een keer op Pinterest, op YouTube, ik weet het niet meer. Ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar dat lukte me zo gauw niet. En ik kon me een idee herinneren, daar had ik ook wat notities van gemaakt. Hoe je dus met cirkelstansen nog andere leuke kaartjes kan maken. En daar ben ik dus mee aan het spelen gegaan. Het is heel... Oh, gelukkig Rianne. Dus dit was eigenlijk mijn basis, maar ik vond het te simpel. Nou moet ik hem natuurlijk nog verder afwerken, want ik wil hier nog een leuke tekst op stempelen. Of met het alfabet van Janine bijvoorbeeld iets leuks op maken. Dat weet ik nog niet. En ik ben even verder gaan spelen. En toen kwam ik uit op dit idee. Tenminste, het is niet mijn idee. Ik heb het gevonden op Pinterest of YouTube, dat weet ik niet meer. Eén van de twee. En ik heb dit toen gezien met gewone ronde cirkels zonder tierenlantijnen zoals deze frames. Maar ik had iets van, ach, waarom niet gewoon proberen? Misschien is het wel hartstikke leuk. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het best wel heel erg leuk vind geworden. En ook deze moet ik natuurlijk nog opleuken en lekker pimpen. Maar mijn dag liep gewoonlijk weer niet zoals gepland. Ik was heel druk aan het stansen en aan het voorbereiden en lekker aan het knutselen vanmiddag. En ik hoorde best wel in één keer een rotherrie. En toen had mijn elektrische stansmachine besloten om het te begeven. Ik was zo blij dat ik het meeste stanswerk al gedaan had. Nou heb ik nog wel een handmatige, maar dat is toch altijd even balen. Maar goed, dit is dus het eerste voorbeeld. Misschien ben ik wel heel ambitieus, maar ik heb natuurlijk meer voorbeelden gemaakt. En ik hoop ook dat ik die allemaal kan laten zien. Dus het pimpen bewaar ik voor het laatst. Want dan kan ik jullie in ieder geval de basis weer laten zien. En hoe je dit nou in elkaar zet. En ook hier wil ik weer een leuke tekst opzetten. En, of met het alfabet, of een stempel, of uit het stickerboekje.
Daar zitten natuurlijk ook leuke teksten bij. En dan zat ik te denken om her en der nog een plakpareltje te plakken en een leuk bloemetje. In de JMA-collectie zitten natuurlijk die kant-en-klare bloemen. Ik heb ze niet bij de hand. Maar daar zitten ook uit de Warm & Cozy lijn zit er natuurlijk een setje met takjes en ook een bloemetje. En die heb ik ook al eerder op creaties verwerkt. Om zelf te maken. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn idee. Dan heb ik ook nog deze. Het is eigenlijk ook weer hetzelfde idee. Alleen ja, net even iets anders neergelegd en geplakt. En dan krijg je toch weer een heel ander uiterlijk. Maar waardoor het toch lijkt of dat het gewoon lekker doorloopt. Dit is wel een vrij grote kaart. Dus zeg je nou van ja, maar Sabine, kom. Zulke grote kaarten wil ik eigenlijk niet maken. Daar heb ik ook nog een oplossing voor. Want deze, de buitenkaart, is namelijk 20,5 bij 16,5. Nou, dat komt, die cirkel, hè, de grootste. Want ik vind het wel mooier als je echt drie lagen gebruikt. Je kunt het ook met 4 of met 5. Dat kan natuurlijk ook. Dus je zit met die 15 centimeter. Daar kun je eigenlijk weinig aan veranderen. Dus ik heb ook nog kleinere voorbeeldjes gemaakt. En hoe heb ik dat nou gedaan? Je kunt hier een gewone cirkelstandset voor gebruiken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, of een cirkel snijden. Dan kun je eigenlijk iedere maat pakken die je zelf wil. Ik heb hier even de cirkels uit de standset gebruikt. Deze en deze. En ik heb de 1 na kleinste zonder het stiksteekrandje. Maar achteraf had ik beter die met het stiksteekrandje kunnen pakken. Ik denk dat dat mooier is. En ik heb de achtergrond, omdat dit een klein kaartje of een kleiner kaartje is. Mijn achtergrond is 14 bij 14. Dacht ik, goh, misschien wel leuk om de embossingfolder te gebruiken. Dus ik heb deze gebruikt, die barok damask patroon. Daar heb ik mijn achtergrondpapier doorheen gehaald. En daar mijn cirkels op geplakt, dat vond ik wel leuk. Dus die leg ik ook even aan de kant, want dat schittert denk ik in beeld. En dan heb ik ook nog deze gemaakt. En ik was eigenlijk een beetje te voorbarig met plakken. Want ook deze had ik even door de embossingfolder willen halen. Maar goed, zo is die ook leuk. En misschien doe ik dat dan wel met de achtergrond. Want ik wil hier natuurlijk nog wel een matlaagje achter hebben. Maar ik was nog niet helemaal uit over de kleur. Wit vond ik te wit. En nou schoot me eigenlijk net er binnen dat ik van Crafters Companion Country Bella of zo. Country Bella site. Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Daar zit ook zo'n donker kleurtje cardstock in. En die wil ik er eigenlijk proberen achter te plakken. Kijken hoe dat uitpakt. Maar goed, dat is voor latere zorg. Dit zijn dus mijn voorbeelden. En die band die moet erom, vind ik zelf. Waarom? Je snijdt namelijk je cirkels doormidden. Dat zullen jullie straks zien. Maar ik vind het dan niet mooi als je die rand zo ziet. En ja, je kunt dat natuurlijk wegwerken met bloemetjes. Misschien als je een leuk stukje kant hebt. Nou had ik alleen maar doorzichtig kant. Dus dat vind ik dan niet zo mooi. Dan komt het er toch weer net iets doorheen. Dus misschien hebben jullie daar zelf wel andere leuke ideeën over. Maar dit is in ieder geval het idee wat ik vanavond met jullie wil gaan doen. Nou, ik ga gebruik maken van het papier uit de Warm & Cozy lijn. Ik heb wel al het een en ander voorgestanst. Dus ik heb voor deze gekozen. Ik heb voor deze gekozen. Dat zijn eigenlijk wel twee favorietjes van mij. En ik heb twee dezelfde gepakt. En ik heb voor deze gekozen. Want het is natuurlijk wel leuk als je een klein beetje contrast tussen je cirkels ziet. En uit het paperpadje heb ik voor de gewone cirkels. Die heb ik er niet meer in zitten, denk ik. Want mijn paperpad is bijna leeg. Misschien kan ik hem zo laten zien. Als ik hem nog kan vinden.
Deze is het. Een beetje een lichtere variant. Het is een beetje geel met roze er doorheen. En dat is wat ik eigenlijk... kijk, ik kan het hier wel laten zien. Hier is het nog roze, maar op het hele velletje gaat hij over richting ook geel, zeg maar. Dus, maar ik denk, ja, een beetje in de roze-paars tinten, dat past hier prima bij. Dus daar gaan we mee aan de slag. Maar goed, ik leg deze nog even opzij. Want ik wil eigenlijk eerst met de frames aan de gang. En daar moeten we nog wel het een en ander voor doen. Maar ik wil jullie eerst laten zien van wat heb je nou nodig om die kaart te maken. Twee van de grootste maat. Dit is voor jullie slecht zichtbaar, denk ik, of niet? Op mijn houtstructuurtje. Ik zie dat mijn lamp erg spiegelt. Heb ik een wit velletje die ik er heel even onder kan leggen? Is maar heel even hoor. Een witte envelop. Kunnen jullie het beter zien? Je hebt twee cirkels van de grootste nodig. Van die grootste standset. Van 15 centimeter. Als je het... Tenminste, ik vind het leuk dat je natuurlijk al die verschillende kleurtjes hebt. Zoals hier. Anders zie je er natuurlijk niet zoveel van. En dus ik heb een donkere en een lichte in dit geval. Dus die stans je uit. Nou heb je van datzelfde papier... om het straks mooi door te laten lopen in die swirl, heb je ook nog een kleine. Dat is de allerkleinste. Die heb je ook nog nodig. En nou heb ik hier... Zien jullie daar? Dat zie ik nou. Nou, dat is niet zo heel erg, dat kan ik verbloemen. Heb je de allerkleinste nodig. Dus van het lichte papier snij je een grote en een kleine. En van het donkere papier... In mijn geval dan, hè? Een grote en een kleine. Dan hebben we natuurlijk ook nog die middencirkel. Die heb je ook twee keer nodig. En die heb ik uit hetzelfde vel papier gehaald. En ik zat heel erg te denken van, ja, wat ga ik hier nou tussen doen voor papier? Maar hier zit natuurlijk een beetje geel-bruin in. Dat komt hier ook weer. Dus ik had bedacht dat het zo wordt. Met deze cirkels die we hier gestanst hebben, kun je twee kaartjes maken. Want je hebt voor één kaartje heb je de helft nodig van deze cirkel en van deze. En van deze en van deze. Nou, belangrijk is, wat we nu eerst gaan doen, is die cirkels door midden snijden. Nou, je zou ze kunnen vouwen als je heel precies bent, maar ik vind dat lastig omdat er... van die ornamentjes allemaal zitten. Dus ik pak mijn snijmachine erbij. En wat ik dan doe... even kijken. Ik had bedacht dat dit stukje... Zit ik in beeld? Ja. Minder fragiel was als die hele puntjes. Dus die lijn ik uit. Ik pak even een stukje... mallettape erbij. Nou kun je die grote cirkels goed vasthouden hoor. Dus die hoef je eigenlijk niet vast te plakken. Zo. Kijk. Of toch wel, want nou gaat het schuiven. Nou ja, ik heb mijn dag niet, dus bij mij gaat er heel veel verkeerd. Dus ik ga hem lekker toch even vastplakken. Dan weet ik zeker dat hij goed ligt. En wat ik dan doe, misschien hebben jullie daar andere ervaringen mee... Ik ga hem aan de onderkant ook vastplakken, want ik ben toch weer aan het schuiven. Dat vind ik zonde. En ondertussen vergeet ik helemaal jullie commentaren mee te lezen. Goedenavond voor degenen die nog binnenkomen. Ik snij vanuit het midden naar boven. Ik til hem iets op. En dan snij ik vanuit het midden naar beneden. En ik weet niet of het aan mijn snijmachine ligt, maar als ik dus van boven naar beneden snij... Dan heb je dus kans, want dit is natuurlijk heel fragiel, heel klein. Dat het... nou, ik kan niet eens op mijn woorden komen. Dat het kapot gaat. En dat is natuurlijk zonde. Je verbloemt het uiteindelijk wel, maar...
ja, ik vind dat zonde. Dus ik doe het liever dan even zo. Dus die gaan we allemaal doormidden snijden. En ik had eerst iets van, nou, ik kan daar wel vast doen vanmiddag. Maar ik denk, nee, ik doe dat toch maar niet. Want dan kan ik het jullie laten zien. En ik begrijp altijd dat jullie dat leuk vinden. En ik denk als jullie het zien, dat dat makkelijker te onthouden is. Als dat ik het allemaal gewoon lekker ga vertellen en verder niks. Ik vind dat zelf namelijk ook vaak, als ik dan dingen zie, dan is het gewoon net even duidelijker als dat er alleen maar gekletst wordt. Of tenminste, kletsen is natuurlijk altijd goed, hè. Maar, uitgelegd. Nou, ook hier weer vanuit het midden. En dan zie je, dan heb je gewoon mooie strakke snijlijntjes. Snijlijntjes. Zonder dat je van die verfrommelde hoekjes en dingetjes hebt. Dat is gewoon zonde. En straks met in elkaar plakken. Nou is dat allemaal niet zo moeilijk hoor. Het is echt geen hogere wiskunde. Maar dan is het gewoon net even makkelijker plakken. Nou, die kleinere cirkels. Ik zou daar zeker aanraden om die echt wel vast te plakken. Want die kun je gewoon minder makkelijk op zijn plek houden. En deze gaan dan ook nog wel enigszins. Maar dadelijk met die kleinste, ik vind dat lastig. Dus ik doe dat lekker zo. Zo. Nou, dan pakken we de twee kleinste nog eventjes. En die ga ik hier doorsnijden. Want hier heb ik een klein foutje gemaakt met stansen, zie ik. Op een of andere manier heb ik gewoon mijn papier niet helemaal goed opgelegd. Dus hij heeft het laatste friemelstukje heeft hij niet meegenomen. Moet je natuurlijk wel je mesje in het midden doen. Kijk, en nou zie je. Deze is goed. Hier zit dat kleine friemelstukje iets los. Maar dat komt goed straks. Daar zien we toch niks meer van. Dan moeten we toch een bandje overheen plakken. Dan gaan we deze nog even snijden. Dat is de laatste. En dan gaan we lekker plakken, plakken, plakken. Zo. Tapejes aan de kant. Die hebben we misschien straks nog nodig, maar nu even niet. Nou, dan pak ik toch de witte envelop er weer even bij, zodat jullie het beter kunnen zien. Even kijken, welke vinden jullie het leukst? Welke zullen... Ja, we gaan ze trouwens allebei maken, dus ik ga gewoon beginnen met deze. Ja, daar gaan we mee beginnen. Nou, ik wil de onderkant wil ik donker. Dus ik begin met een halve cirkel, de donkerste. En dan moeten we natuurlijk gaan plakken en gaan laagjes leggen. Nou, wil je de cirkel aangesloten hebben, zoals op deze kaart? Dit is wel even belangrijk. Ik zit ondertussen te lezen en dan vergeet ik weer wat ik wil zeggen. Dit is wel even belangrijk. Als je dus dit modelletje wil, dus de cirkel gewoon rond, is het belangrijk dat je de onderkant aan de rechterkant uitlijnt. Nou, daar doen we een beetje lijm op. Ik zelf plak die frutseltjes niet vast. Van mij mag daar gerust los zitten en... Sowieso, als ik dan met lijm doe, ik vind dat altijd zonde. Want ik denk altijd, of bij mij gebeurt dat ook vaak. Dan komt er toch wel lijm onderuit en dan zie je toch weer lijmresten. Dus dan zou je ze nog uit kunnen stansen met van dat spul van... Ja, Studio Light heeft zo'n grote rol. En er zijn natuurlijk... Ja, Elisabeth Kraft heeft geloof ik ook van die velletjes. En dan maak je van je stans een sticker. En dan kun je wel die mooie framepjes, zeg maar, heel makkelijk weer vastplakken. Maar ik vind dat op zich wel leuk
als dat ja, een beetje zo omhoog staat. En nou had ik de randjes inderdaad willen doen met witte gesso. En die vergeet ik klaar te zetten. Maar dat kan ik misschien achteraf nog wel doen. Omdat die randjes natuurlijk niet vastgeplakt zitten. Dus daar krijg ik denk ik nog wel voor elkaar. Even kijken. Nou heb ik dus een donkere onderkant. En nou, de midden wordt natuurlijk boven en onder hetzelfde. Dus dan pak ik de lichte onderkant. Of ja, de lichte kleine cirkel. Niet de onderkant. Ja, het is wel voor de onderkant. Maar en die plak ik hier ook weer bovenop. En alles lijn je uit vanaf dat puntje. Dan zit je eigenlijk altijd goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, met daglicht was het lichter. Pasten de kleuren beter? Nou passen die kleuren wel, maar je ziet het nu iets minder. Nou, dat komt goed. Dit is dus de onderkant. De bovenkant gaan we precies het tegenovergestelde doen. Dus we hebben hier een donkere onderkant. Dat betekent dat we een lichte bovenkant pakken. En dan gaan we dus weer een middenstukje pakken. Nou, daar hoef je natuurlijk niet op de kleur te letten, omdat we die hetzelfde hebben. En die gaan we dus aan de linkerkant uitlijnen. Nou, doe ook weer lijm op. Kan natuurlijk ook tape als je dat prettiger vindt. Ik vind dat met die cirkeltjes niet zo handig. Dus ik doe het gewoon lekker met lijm. Dan kan ik ook nog ietsje schuiven mocht ik scheef gaan. In principe, het is natuurlijk allemaal recht gesneden. Dus kan je het lekker gewoon uitlijnen met deze rand. Als je maar zorgt dat de puntjes op elkaar zitten. En dan wil ik een donkere onderkant. Of ja, het bovenste laagje donker. Het is natuurlijk wel de bovenlaag. Die moet ik een klein beetje gokken. Dus ik kijk even. Ja, zo zit die goed. Oh, niet te veel schuiven, Sabine. Zo. Dit is dus eigenlijk het lastigste gedeelte. Nou is het eigenlijk gewoon een kwestie van opbouwen en doen. Nou zit ik te denken. Nou heb ik van dat Bella Countryside, heb ik nog van dat roze papier. Even kijken. Ik heb nog groter. Maar ik wil even kijken of dat mooi staat. Of dat ik dat te roze vind. Of dat ik gewoon toch voor wit ga. Ik denk dat ik voor wit ga. Wat vinden jullie? Ik denk wit. Met een roze balk. Oh, ik heb hier nog een stukje. Kan ik het even kijken? En dan de achterkant wordt ook die roze, denk ik. Maar het gaat nu met name om de witte. Hoe kom je op het idee? Superleuk. Nou, Carla, ik was eigenlijk een beetje met die cirkelstanzen aan het spelen. En dit was mijn eerste probeersel. Toen bedacht ik me ineens dat ik dit ooit op YouTube of Pinterest. Nou ja, we kijken natuurlijk allemaal die kanalen. Ik moet even wit cardstock erbij pakken. En ik kon alleen het filmpje of het plaatje, ik weet het niet meer, kon ik niet meer vinden. Maar ik heb daar ooit instructies van opgeschreven en die had ik dus nog wel. Dus zodoende ben ik daarmee aan het spelen gegaan en kwam ik op dit resultaat uit. Ja, wit hè? Ja, gaan we doen. Nou, mijn cirkel, zoals ik al zei, die grote is 15 centimeter doorsnee. Dus ik ga een kaart snijden van, dan kun je, ligt eraan hoe groot je het witte randje wil hebben. Of dat je dat groot of klein wil hebben. Ik ga hem nu gewoon snijden op 15,5 bij 15,5. Gewoon eens kijken hoe dat uitpakt.
16 heb ik al gehad, zelfs 16,5. Dus ik pak hem 15,5 bij 15,5. En nou zit ik heel erg buiten beeld te snijden volgens mij. Maar goed, dan weten jullie ook wel hoe dat daar werkt, hè? Dan kan de envelop weer aan de kant. Nou, ben ik nou zo? Nee. Nou. Dan gaan we deze, die gaan we hier dus opplakken. Ja, is wel een leuk idee, hè? Niet te moeilijk. En je kunt eigenlijk toch heel veel variëren met kleur en effen en printjes. Wel die swirls of alleen de losse cirkelstanzen. Ja, dat is eigenlijk wat je zelf natuurlijk leuk vindt. En de een houdt van hele drukke kaarten. De ander houdt juist van rustige kaarten. De ander vindt het leuk om af te wisselen. Dus zo kun je eigenlijk gewoon helemaal naar je eigen ideetjes kun je dat opwerken. En dat vind ik zo leuk aan deze. Nou, die gaan we opplakken. Moeten we natuurlijk wel opletten. We hebben niet zo heel veel ruimte aan de boven- en aan de onderkant, hè? Dus dat we wel een beetje proberen gelijk te plakken. Nou, ook hier. Ik plak die swirls niet. Die tierenlantijntjes, uitsteekseltjes. Heb ik ook gelijk iets om hem aan vast te houden. Zo. Nou, dan gaan we kijken. Ik denk dat die... Sorry als ik met mijn hoofd in beeld zit. Maar ik moet even kijken of ik recht plak. Want als we scheef gaan, is natuurlijk ook geen gezicht. Ik denk dat hij zo goed zit. En dan kunnen we straks natuurlijk nog best wel veel verbloemen. En als je het leuk vindt, kun je natuurlijk het achtergrondje door de embossingfolder halen. Dan weet ik alleen het formaat niet. Volgens mij uit mijn hoofd was die 15 bij 15. Zal ik hem eens opmeten voor jullie? Ja, die is 15 bij 15. Zal net niet gaan. Nou, ik draai hem dan even om, omdat ik die swirls niet wil beschadigen. En ik druk dan altijd eventjes met mijn vouwbeen die lijm een beetje aan. Doen we hetzelfde met de onderkant. Zo. Nou, ik pak hem dan. Ik draai hem een kwartslag. Dan zit ik er recht voor. En dan kan ik voor mijn gevoel. Kan ik die puntjes, zeg maar. Beter uitlijnen. Nou, je moet alleen eventjes opletten dat je niet over de andere heen schuift. Want aan de ene kant. Is die natuurlijk hier dikker. En aan de andere kant is die daar dikker. Die zit ook. Drukken we ook even aan. En dan heb je eigenlijk de basis van je eerste kaartje heb je klaar. Maar ja, dit ziet er natuurlijk niet uit. Het is echt, als je het nu zo kijkt, is het eigenlijk net gewoon een bij elkaar geraapt soortje. Dus daar gaan we wat aan doen. Ik pak mijn roze papier erbij. En dan gaan we strookjes snijden. Volgens mij had ik bij deze het strookje 2 centimeter gehouden. Dus dat ga ik nou ook doen. Dus dan ga ik een strookje snijden. Laat ik er maar gelijk 2 snijden. Want we hebben dadelijk natuurlijk nog een kaartje. Het gaat me denk ik zo wel lukken om eens 2 creaties te maken. Zonder dat ik in alle tijdnood kom. Daar heb ik natuurlijk ook nog wel eens last van. Omdat ik gewoon te veel wil laten zien. En te veel wil doen. Nou. Wat ik dan wel fijn vind. Is om de strookjes doe ik met tape. Omdat het hier toch wat dikker is. Nou, ik heb hier. Dit is het tape van Studio Light. De gewone. De rode heb ik niet. Die heb ik beneden liggen denk ik. Tacky tape kan natuurlijk ook heel prima, hè? Die rode. Nou, ik doe er gewoon
Ik ben mijn blokje ook vergeten. Komt omdat ik veel beneden zit op het moment. En dan... Oh, dan wil ik de rest van het gezin maar niet aandoen. Dan moeten ze zo stil zijn. Als ik lekker zit kletsen. En tegen mijn man en de jongens kan ik nog wel zeggen of ze even stil willen zijn. Maar ja, dat kan ik tegen de hondje natuurlijk niet zeggen. En het is meestal wel de tijd dat ze nog even de gekke 5 minuten krijgen. Dat ze gewoon nog lekker even gaan spelen. Dus gewoon beter lekker boven. Ik zit echt heel nieuwsgierig te kijken. Ga ik ook maken. Ik zit ondertussen helemaal te vergeten weer jullie commentaren mee te lezen. Ja, dit is glanspapier, Maria. Het is, ik heb de doos beneden liggen, denk ik. Dit is van Crafters Companion. Het Bella Countryside Luxury Cardstock papier. Daar zit uit mijn hoofd 3 kleuren in. Lichtroze, dat donkere roze en... Ja, een beetje heel, ja, heel licht roze, maar dat neigt echt wel naar het meer het witte. En dat zit er dan in parelmoer, dus wat ik hier laat zien. En dat zit er in linnenkarton. Leuk als jullie hem ook gaan maken. Laten jullie hem dan zien op de groep? Het is echt niet moeilijk. Het is even... Je moet even weten hoe je het in elkaar zet. Maar het is echt niet lastig. Nou, ik haal mijn tapeje eraf. En die probeer ik natuurlijk zo netjes mogelijk. In het midden uit te lijnen. Zien jullie dat? Mijn kaartstok gaat helemaal opkrullen. Te veel lijm gebruikt, denk ik. Nou, steek mijn tape iets uit. Nou, ik heb ze bij deze heb ik ze omgevouwen. Kan natuurlijk ook prima. Maar daarvoor had ik niet genoeg tape opgeplakt. Dus ik heb het nou maar gewoon zo gedaan. Maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit, hè. Hier komt er nog van alles overheen. Of van alles. In ieder geval een tekst. En een... Ik wil er sowieso nog wel een leuke bloem of iets op hebben. Of een leuk plaatje. Dus we hebben natuurlijk zo'n heel leuk die-cut boekje. Daar zitten hele gave plaatjes in. Nou, dan knippen we... Dit knip ik gewoon af. En dan heb je eigenlijk je basis van je eerste kaartje al klaar. Nou, matlaagje, weten jullie hoe dat werkt, hè? Die mal heb ik niet. Ria, je hoeft niet per se deze mal te gebruiken. Als je een cirkelsnijder hebt of een cirkelstandset, kan je deze ook prima maken. Dat ga ik zo meteen nog laten zien. Ja, Christina, kan dus met alle mallen. Het gaat erom dat je gewoon 3 verschillende maten hebt. En als je heel goed bent met knippen, kan je natuurlijk ook gewoon verschillende cirkels knippen. Hè? Ik noem maar iets. Hè? Een lijmpot. Met dubbelzijdig tape. En nog iets ertussenin bijvoorbeeld. Dus het gaat erom dat je in ieder geval gewoon 3 maten, minimaal 3 maten cirkels maakt. Ja, kan inderdaad ook met vierkant en met rechthoek. Ovaal. Eigenlijk kun je dat met alle vormen doen. Als je maar gewoon goed oplet. Dat je je laagjes goed opbouwt. Dan kan je eigenlijk alles daarmee. Dat vind ik het leuke hiervan. Dus dit is 1. Nou, er komt dan nog een roze matlaagje achter. Maar dat weten jullie wel. Ik ga in ieder geval even door. Want ik wil dan graag die andere opbouw laten zien. Maar ook voor de mensen die deze standset niet hebben. Wil ik ook graag laten zien hoe ze dat met een gewone cirkel kunnen doen. Dus ik pak mijn envelopje erbij, want anders dan wordt het voor jullie weer zo moeilijk zichtbaar. Wil je nou voor jezelf een geheugensteuntje hebben, leg dan je andere creatie er even naast. Waarom zeg ik dat? Nou, ik begin dus weer met... deze moet trouwens zo. We hadden donker onder. Ga ik dat nu weer doen? Nou, laten we nu maar eens gewoon licht onder doen. Licht onder. We gaan nu... Aan de linkerkant opbouwen.
En dan zul je zeggen, ja, dat maakt toch niet uit? Ja, dat maakt toch wel uit. Anders kun je niet zo opbouwen. Maar weet je, hier kun je gewoon eindeloos mee variëren, mee spelen. Nou, ik heb dus de grootste lichte cirkel nu gepakt. De middencirkel heb ik weer die roze-bruine is het, hè? En die ga ik weer uitlijnen, nu aan de linkerkant. En dan pak ik de kleine donkere, de allerkleinste. En je kunt dit natuurlijk met ieder designpapier doen, hè. Ik denk dat deze met bijvoorbeeld een nieuwe wekening. Ja, eigenlijk met alle lijnen. Is die leuk. En wil je het gewoon echt rustig houden, kun je ook nog gewoon ervoor kiezen om gewoon even kleurtjes te gebruiken. Dus ik noem maar wat. Paars, donkerroze, lichtroze. Blauw, groen, geel. Nou ja, wat vind je mooi? Zwart, grijs, wit. Is ook nog een optie, een mooie lichtgrijze bloem erop en je hebt een condoleanskaartje. Dan pakken we de bovenkant. Nou, we hebben nog maar één cirkel over en dat is de donkere, de halve. Dus automatisch pakken we natuurlijk die. Dan pakken we de middelste cirkel weer. En die gaan we rechts uitlijnen. En dan in eerste instantie denk je, ah, dat komt echt helemaal niet goed. Dus scheef en... Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar toch komt het goed. Ik denk dat dat moet kunnen met de ovaal. Als je gewoon op de juiste manier opbouwt, dus zoals ik het nu doe, denk ik dat dat lukt. Want je kan het ook met een vierkant, met een rechthoek... Dat had ik ook nog willen proberen, maar ik had geen tijd meer. Nou had ik dat denk ik vanavond ook niet allemaal gered hoor. Dat had wel heel ambitieus geweest. Oh, wel recht plakken, Sabine. Nou. En deze gaan we dadelijk zo opplakken. En dan zou je denken, ja, dat ziet er toch niet uit. Ja, toch wel. Oh. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Let daar even op, dames. Even tipje. Als je natuurlijk lijm gaat lijmen. Je plakt die middencirkel. Die komt natuurlijk tussen je swirls. Dus als je niet oplet, krijg je wat ik hier nu heb. Dan trek je dus de boel aan de achterkant kapot. Nou zien we daar gelukkig niks van. Dat voordeel hebben we. Ik pak weer een wit stuk papier. En dan gaan we even kijken hoe groot we deze gaan maken. En ik moet ondertussen even mijn lijm een beetje dicht doen. Even kijken. Ik maak hem in ieder geval 15,5 hoog. Want ook deze blijft 15. De grootste set. Dus ik zet de hoogte op 15,5 centimeter. En de breedte... Nou, ik vind dat al van tevoren lastig om te bepalen. Dus wat je dan ook kan doen, de hoogte die klopt nu. We kunnen hem ook eerst opplakken. En dan kunnen we dadelijk bepalen van waar snijden we hem af. Hoeveel witte randjes wil ik? Ja, wat wil ik zien? Even kijken. En dit, hier kun je natuurlijk zelf ook een beetje mee spelen. Hè? Hoe dat je dit mee. Je kunt hem heel groot houden. Je kunt hem iets kleiner houden. Als je maar zorgt dat er nog een stukje van die kleurtjes overloopt. Dat is eigenlijk het hele trucje. Kan je de man nog eens laten zien welke je dan moet uitstanden? Ja, zeker, Monique. Ik pak hem er even bij voor je. Ik heb deze stans gebruikt, dus de Circle Ornament Frames. En voor deze creaties heb ik deze drie stansen gebruikt. En wat je dan uitstand is
Van één kleur pak je een grote en een kleine. Dus ik noem dat even de lichte kleur. Van een donkere kleur pak je ook een grote en een kleine. Van de middelste moet je er ook twee hebben. En die zou ik dan uit een middenkleur. Dus ik noem even, hè, deze doe je zwart en die doe je zwart. Deze doe je wit en deze doe je wit. En dan doe je de middelste, doe je grijs. Vind je dit nou veel te druk? Of heb je deze stanset niet, maar heb je wel een cirkelsnijder of cirkelstanzen? Kan je natuurlijk deze drie gebruiken. Ja, want er zitten ook van die losse cirkelstanzen in. En dat werkt qua kleuropbouw hetzelfde. Alleen heb je dan niet die randjes. Ja, snap je het? Anders gewoon vragen hoor. Ook als jullie er later mee bezig gaan, dames, en het lukt niet. Schroom niet om het te vragen, hè? Dat is echt geen probleem. Vraag het op de groep, stuur een berichtje. Allemaal prima. Even kijken. Nou, ik ga beginnen met de onderkant plakken. En dan zie ik dat ik dadelijk met de onderkant iets omhoog mag. Maar ik ga hem even vanuit deze kant plakken, denk ik. En waarom? Omdat hier dat kapotte hoekje zit. Dit is een nieuw lijmflesje. Dus ik moet echt opletten dat ik niet te hard knijp, want anders komt er gewoon veel te veel lijm uit. Even kijken. Hij mag iets opschuiven. Iets een wit randje vind ik dan ook wel weer leuk. Dus die plak ik zo op. Zeg ik dat goed? Nee, dat kan helemaal niet wat ik zeg. Dit moeten jullie vergeten, dames. Dus ik ga even een nieuwe snijden. Want deze... Dan zit ik weer zo in mijn hoofd naar dit voorbeeld te kijken. Maar dat werkt natuurlijk niet, want we gaan nou een andere maken. Maar we zagen het gelukkig op tijd. Hij zat nog niet helemaal vast. Dus ik snij een nieuwe van 15,5. Hoog. Breedte bepalen we dadelijk. Als deze erop zit. Nou, doe ik er een klein beetje lijm bij. Want het meeste is natuurlijk op mijn papier achtergebleven. En daarnaast plakken lukte niet, want daar kwam ik niet uit. En dan zullen jullie zo zien waarom. Zo. Dus ik moet hem toch aan deze kant plakken. Zo kom ik wel iets omhoog. We willen natuurlijk een wit randje, een kleintje. Zo. Dan pakken we de bovenkant erbij. En nu denk je echt, ja, Sabine, ziet het er niet uit. Nee, dat klopt, dat weet ik. Ziet het ook niet. Maar dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Ik draai hem even om. Even met mijn vouwbeen. En dan doe ik de lijm even dicht. Dan pak ik de snijmachine er weer bij. Want nu moeten we natuurlijk nog het overige gedeelte even afsnijden. Nou, dat vind ik dan altijd. Nou, mag nog een klein randje af. Zo vind ik hem helemaal prima. Kei mooi. Zo. Leggen we die weer even aan de kant. Nou, dan is mijn uiteindelijke kaartje geworden. 15,5 hoog, hè? Dat had ik al gezegd. En de breedte zijn we uitgekomen op... Even kijken. Oh, daar heb ik wel weer lekker uitgekiend. Nou, dat is op zich natuurlijk niet zo'n probleem. 18,3. Dus wil je het makkelijk hebben, maak je hem 18,5.
Hoeveel centimeter voor het boven? Je bedoelt dit, Maria, hoeveel ik hier overhoud? Dat is een hele goeie. Ik heb daar een beetje op de gok gedaan. De mal is 15 centimeter. Mijn papier is 15 centimeter hoog. 15,5 centimeter hoog. Dus ik heb een halve centimeter. Dus dat zou eigenlijk betekenen de helft aan de bovenkant en de helft aan de onderkant. Dus zeg maar 2,5 millimeter hier en 2,5 millimeter hier. En hier? Bedoel jij hier van deze kant af? Ja, ik heb gegokt. Wat zal dat zijn? Ik kijk altijd dat ik denk, ja, dit is goed. Ik doe daar nooit zo op de maten. Maar dat is ongeveer 3 millimeter. In mijn geval nu. Nou, ook hier plakken we natuurlijk weer zo'n mooi strippie op. Dit keer moeten we er wel eventjes op letten dat we er genoeg tape op doen. Of in ieder geval lang genoeg, want onze kaart is natuurlijk ook groter. Ik gok dat dit wel genoeg is. En doe je dit liever met lijm, is dat natuurlijk ook geen probleem, hè? Dus maar net wat jij fijn vindt. Ik heb dan toch altijd het idee, zeker als er wat meerdere lagen op verwerkt zitten, dat tape dan net even wat beter houdt. Maar dat kan natuurlijk ook tussen mijn oren zitten. Zo. Nou, gaan we tape eraf halen. En dan hebben we eigenlijk al twee basiskaarten zo goed als klaar. Dat is natuurlijk altijd leuk. Even kijken. Nou, in dit geval is die wel lang genoeg, denk ik, om hem... Nou hoop ik dat hij recht zit, want ik leg hem wel zo makkelijk neer. Nou ja, ook daar kunnen we wel weer iets aan verbloemen. Nou, ik zal hem nu eens omvouwen. Ik vouw daar gewoon zo om. En dat druk ik dan nog eventjes aan met mijn vouwbeentje. Hier moeten we even een stukje afknippen. We hebben natuurlijk een stukje zonder tape, maar zo'n lange flap aan de achterkant is nou ook weer niet nodig. Drukken we daar ook weer even aan. Hetzelfde geldt voor dit. En dan zie je eigenlijk in één keer, doordat je die gekke middenlijn nu kwijt bent, zie je eigenlijk dat het gewoon in een, ja, swirl loopt. En daar vind ik het leuke eraan. Je kunt dus eigenlijk heel eenvoudig meerdere stijle kaartjes maken. Nou, hier komt natuurlijk ook nog een roze matlaagje achter. En hier ga ik ook een leuke tekst op zetten. En lekker versieren met wat bloemetjes. En wat ook leuk is, tenminste vind ik, hè, omdat je natuurlijk, ja, met rondjes te maken hebt, kun je natuurlijk een hoekpons pakken. En dan de hoeken afronden. Moet je er natuurlijk wel op letten dat als je je matlaag erachter zet, dat je dat daar ook doet. En dan is hij net iets vriendelijker weer. Andersom. Oh, sorry. Zie je? Dan heb je toch net even... En hier zie ik nou in één keer iets wat ik niet wil zien. Dat is ook nog zo'n prietje. Die halen we er even af. Zo. Dus dan hebben we al twee basiskaartjes. Hebben we klaar. Nou, hoe gaaf is dat? Die leg ik even bij mijn andere voorbeelden. Want nou gaan we hiermee aan de slag. En zeker omdat ik net ook al zag. Natuurlijk gaat die wel, dat gaat vast lukken. En anders gewoon om hulp vragen. Gewoon vragen, dan helpen we. Dat is echt geen probleem. En anders mag je me altijd nog een berichtje sturen. Even kijken. Nou, ik had natuurlijk ook deze gedaan. Ik heb dit met hetzelfde principe gedaan als met die cirkelframes.
Alleen zie je dan dat je gewoon net twee kleinere kaartjes krijgt. Nou, het leuke bij zo'n kleiner kaartje is natuurlijk op het moment dat je je cirkels kleiner houdt, kun je bijvoorbeeld met embossing folders erachter werken. Ik vind dat dan wel weer een heel leuk effect hebben. Ik heb hem hier niet goed vastgepakt, zie ik. Zo. En hier zie je dat ik, als je dat vergelijkt met deze bijvoorbeeld, hier zie je dat ik de afstanden, hè, ja, dat ik dat wat groter heb gehouden. Bij deze, omdat ik bewust een kleiner kaartje wilde houden, heb ik hem iets minder kort gelaten. Het lijkt ook korter natuurlijk, omdat je kleinere cirkels hebt. Nou, ook bij deze moeten we de cirkels halveren. Ik vind dat dan wat lastiger, omdat op de snijmachine te doen. Ja, je kan de diameter opmeten. Maar ik heb ze vanmiddag gewoon zo allemaal dubbel zitten vouwen. Dus dat ga ik eigenlijk met alle cirkels doen. En natuurlijk de lichte. En dan leg ik er zo meteen voor jullie weer even die witte envelop onder, hoor. Dat we in ieder geval de basis nog even kunnen plakken. Ik zit ondertussen weer veel te veel te kletsen. Oh, leuk Tamara. Benieuwd naar je creatie als je hem ook gaat maken. Vinden we altijd heel leuk, hè dames, als jullie creaties van de lives maken en op de groep plaatsen. Oh, fijne avond, Bettina. Zo, ik heb ze alle zes. Hoe? Zagen jullie dat? Ik sloeg op mijn telefoon. Met dan zien jullie mijn lelijke matje. Ik ga hem iets omhoog zetten. Zo. Nou, ik heb mijn snijmachientje weer. En doordat ik ze natuurlijk gevouwen heb, kan ik nu, ik hoop dat jullie dat ook kunnen zien, maar kan ik nu heel mooi kijken. Want ik heb er een vouwlijn in zitten waar ik moet snijden. Nou, vind je dat nou op de donkere kant lastig te zien? Het spiegelt een klein beetje voor mij nu, maar kun je natuurlijk altijd even omdraaien, mocht je daar een die is aan het schuiven, een lichter designtje hebben. Of bijvoorbeeld een witte achterkant, want er is natuurlijk ook designpapier. Hey, zien jullie dat? Ik zag net iemand van, ik heb allemaal rafeltjes, dat krijg ik nou in één keer ook. Ik heb toch pas een nieuw mesje. Misschien even een keer door een stukje aluminiumfolie heen. Of even dit weer schoonmaken. Dat is apart. Nou ja, gelukkig zien we het niet in onze creatie. Want dan verbloemen we dadelijk lekker toch. Nou is dit goed. Heel vreemd. Apart. Dan moet ik zeggen dat ik wel heel veel snij, hoor. Maar even kijken. Ik denk dat we deze weer eventjes vast moeten plakken. Ja, en daar gaat schuiven. Dat is zonde. Dan krijg je dadelijk net zo'n scheef cirkeltje waardoor het er niet uitziet. Dat is dan ook weer jammer. Deze kun je natuurlijk wel gewoon van boven naar beneden doen, hè? Nee, Stephanie. Nee hoor, ik heb ook wel eens rafels. Ik heb daar heel regelmatig met zwart. Of dan de vezel toch anders is, ik weet het niet. Maar hij snijdt in ieder geval niet helemaal. Nou, heb ik ook weer rafels. Nou, goed, doet er niet toe. We zien het dadelijk lekker toch niet.
Ik pak mijn envelopje er weer bij. Er zit inmiddels wel een plakvlekje op, maar dat geeft niet, hè? Ik wil jullie eigenlijk, want ik zie dat het bijna tijd is. Maar ik wil jullie eigenlijk graag toch nog even met de gewone cirkels de opbouw laten zien. Nou, vind je dat nou lastig? En je hebt er toevallig al een keer één gemaakt. Kun je die natuurlijk als voorbeeldje erbij houden. Van hoe bouw ik dat ook alweer op? En nou goed, op een gegeven moment heb je er een aantal gemaakt. En dan zit het in je hoofd, hoor. Even kijken. Nou, ik ga hier ook weer voor de ronde cirkel ga ik donker onder doen. Dan pak ik een lichtroze. Ik zal hem hier doen. En die doen we aan de rechterkant uitlijnen. Hè? Want we gaan gewoon een ronde cirkel maken. En dan pakken we de kleinste. Nou, in dit geval een lichte. Omdat we natuurlijk een donkere grote cirkel hebben. Doen we wat lijm op. En ook die lijnen we uit. Aan de rechterkant. Dan pakken we een lichte bovenkant erbij. We pakken weer een roze middencirkeltje. En die gaan we links uitlijnen. En we pakken de donkere kleinste cirkel. Anders loopt het dadelijk natuurlijk niet mooi door. Dat is dan weer jammer. Zo. Nou, ook hiervoor geldt. Zo op je basis plakken. Dan heb ik hier nog wel een stukje wit liggen. Zelfs zo op je basis. Nou ja, goed. De grootte kun je natuurlijk zelf bepalen. Hè? Dat is wat jij mooi vindt. En een leuk strookje eromheen. Deze heb ik nou toevallig liggen hier, hoor. Hier komt een ander kleurstrookje op. Gewoon omdat ik dat leuk vind om af te wisselen. Tekstje erop. En je hebt eigenlijk alweer een heel leuk basiskaartje. Dus dat is hem met de gewone cirkels. Dus wil je hem echt rond houden, doe je de onderkant rechts uitlijnen, de bovenkant links. Nu laat ik jullie de andere nog een keertje zien. En dan ga ik een lichte bovenkant pakken. Onderkant. Ik heb wat met die onderkant en die bovenkant vanavond, geloof ik. Zo. Nou, die plak ik maar gelijk op papier. Want ik hoef natuurlijk op die halve cirkel helemaal geen lijm te doen. Dat is op zich ook geen probleem, hè. Zo. We pakken weer een roze middencirkel. Die voorzien we van lijm. En die gaan we links uitlijnen. Want nu willen we natuurlijk die andere vorm maken. Die envelop eronder uit. Die hebben we nou niet nodig. En dan pakken we in dit geval de donkere kleine. Nou, en nu wordt het makkelijk. Want nu hoeven we natuurlijk niet meer na te denken over welke kleur dat we moeten pakken. Want we hebben nog maar één kleur. Ik begin met de roze. Ik plak hem nog even niet op papier. Want ik wil natuurlijk zo even kijken hoeveel ruimte dat ik ertussen laat zitten. Ja, Maria, er zijn best veel mogelijkheden mee, hè? Nou, de bovenkant, die lijnen we rechts uit. En het leuke is, ik ga dat ook nog een keer proberen. Maar ik heb eerst nog even andere dingen die ik uit wil proberen. Ik ga dat ook nog een keer proberen met de vierkante stans, ovaal, met een rechthoek. Want ik denk eigenlijk, als je de basis goed houdt, dat dit met bijna iedere vorm mogelijk moet zijn. En dan krijg je natuurlijk hele grappige projecten mee.
Zo, die zitten vast. Oh, ik vind dit eigenlijk wel een hele leuke kleurencombinatie. Met dat lichtroze ertussen. Nou, dan kun je ervoor kiezen om een kleine verspringing te doen. He, dus echt heel klein eigenlijk. Wil je je kaartje ook klein houden. En je kunt hem iets groter doen. Dan krijg je een, ja, ik wou zeggen mini slimlijn, maar dat is niet helemaal zo. Want daar is hij dan weer net te hoog voor. Maar ik denk als je dit met rechthoeken doet, dat je er bijvoorbeeld wel een slimlijn van zou kunnen maken. Ik ga hem zo uitlijnen. Op deze manier. En dan heb ik jullie in ieder geval zowaar binnen de tijd de basis kunnen laten zien van de kaarten die ik gemaakt heb. Dus dit was eigenlijk mijn project. Superleuk als jullie het ook gaan maken en uiteraard met ons delen op de groep. Heb je vragen, alsjeblieft stel ze gewoon. He, wij zijn er om jullie te helpen en er zijn ook genoeg andere dames op de groep die ook willen en kunnen helpen. Dus dat komt vast en zeker goed. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Alvast een heel fijn paasweekend wensen. Volgens mij moet dat goed komen met het prachtige weer wat eraan komt. En voor nu een hele fijne avond. Dankjewel allemaal. Doei doei!